Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, is nu zover om het Konidoti-project uit te breiden naar andere districten. Dit laat minister Marciano Dassai weten aan onze nieuwsdienst. Het Konidoti-project ging in februari 2022 als een pilot in het resort Blauwgrond van start, waarbij plastic afval apart wordt opgehaald. De bedoeling is voornamelijk de druk op de vuilstortplaats Ornamiwo te verlagen. Bij het uitbreiden van het Konidoti-project moeten nog enkele kinderziektes weggewerkt worden. Dassai zegt dat de evaluatie heeft aangetoond dat dit project voldoende kans van slagen heeft. Dat we eigenlijk al hebben gezien hoe dat ding werkt. Ja, en natuurlijk, hoe meer plastic, hoe beter voor het bedrijf die dat recycelt. Ja, dus we zijn nu iets meer dan een jaar bezig. Tijd om uit te breiden. En dit valt onder leefomgeving, schoon leefomgeving. En dit is dus natuurlijk een van de zaken die binnen het beleid valt. Hoe gaan we om met onze omgeving en hoe kunnen we gezamenlijk er naartoe werken om onze omgeving te beschermen, om het schoon te houden, om het te verbeteren. Bij uitbreiding van het Konidoti-project moeten nog enkele kinderziektes weggewerkt worden. Het gaat niet helemaal, helemaal vlot. Een van de zaken is bijvoorbeeld dat wanneer, dat is Paramaribo Noord natuurlijk, wanneer het hard regent zoals we weten in de grote regentijd, dan kunnen de trucks niet altijd gaan naar de plekken om de zakken te nemen. Dus er zijn kleine kinderziektes. En dan moet de datum van ophaal worden verschoven. En bepaalde mensen hebben bijvoorbeeld geen geduld, weet je. Dus er zijn kleine kinderzieken, maar die worden allemaal opgeheven. Minister Dassai gelooft dat in Suriname, net als in het buitenland, statiegeld zal moeten worden uitbetaald voor het retourneren van plastic flessen. Het ministerie van ROM bekijkt mogelijkheden hiervoor, zodat het proces van plastic afval verzamelen en recyclen beter op gang komt.